Hi, welkom bij Witte Wolf. Mijn naam is Desiree. Vandaag gaan we het hebben over waarom we soms in een andere taal dromen. Dus laten we daar gewoon mee beginnen. Misschien allereerst beginnen met waarom dromen we, zodat de rest ook wat duidelijker wordt. We dromen natuurlijk om dingen te verwerken in het dagelijks leven. Dus als we iets heftigs hebben meegemaakt, dan kun je dromen dat je dat nog een keer meemaakt. Of op een andere manier meemaakt, namelijk zoals je zou willen of helemaal niet zou willen. We kunnen ook dromen over onze vorige levens. Dat is dan vaak te herkennen aan, in het kort, dat je je in een situatie of land of onder de mensen bevindt die je niet herkent. Of dat je een heel ander uiterlijk hebt. Dus dat is dat in het kort. We dromen ook om bijvoorbeeld waarschuwingen of leuke tips te ontvangen van onze gidsen, engelen en overledenen. Daar kun je dan wat mee doen. Wel is het belangrijk om dan voor jezelf na te gaan of een soort van te voelen of het dan wel op de situatie nu slaat of toch iets anders is, zoals dat verwerken of een stukje vorig levens. En we dromen ook gewoon om bijvoorbeeld onze gaven wat meer te ontwikkelen. Dus als je droomt dat je een geest ziet of zo, dan kan het zomaar zijn dat je die inderdaad waarneemt en dat hij er ook echt is. Zo zijn er nog tal van dromen. En we kunnen het dan letterlijk dromen, maar ook symbolisch. Dat is soms heel lastig. Maar waarom dromen we soms in een andere taal? Nou, uiteraard als je simpelweg meer dan één taal spreekt. En ja, heel veel Nederlanders doen dat sowieso, in verband met Engels. Dan kan je dus in het Engels dromen. Maar dat is op zich, ja, het is een beetje opvallend, hè, want het is misschien niet je moedertaal. Waarom gebeurt dat dan? Maar het is nog vreemder natuurlijk als je in een taal droomt die je niet verstaat, maar wel spreekt. Of dat er tegen je wordt gesproken in die taal. Of dat je die taal wel spreekt en op dat moment verstaat en daarna gewoon geen idee meer hebt. Dan wordt het wat vreemder. En waarom gebeurt dat dan? Maar ook het stukje waarom in het Engels. Dat is heel vaak ook gewoon een stukje vorig leven. Of een stukje hint. Misschien ontmoet je wel iemand die belangrijk is voor je carrière. Die die taal spreekt bijvoorbeeld, als moedertaal heeft. Ja, of je droomt dus waar je in een vorig leven hebt gewoond. Het is gewoon soms belangrijk om te weten, omdat dat dan iets verklaart over waar je gekke voorliefdes of angsten vandaan komen. En ook een stukje spiritueel ontwaken zit daar dus bij. En ja, waarom dromen we nog meer in een andere taal? Soms kan het ook zijn dat je een droom ontvangt van je gids. En aangezien ik geloof dat je je gids hebt gekend vanuit een vorig leven, dan kan het zijn dat je simpelweg dat leven aan het herinneren bent. Dat zijn een beetje de redenen van een andere taal. Natuurlijk heb je ook nog de enge redenen, zoals dat je een bezeten zou zijn. Het kan, maar dan zou je het echt wel eerder hebben gemerkt vaak. En bezeten, daarmee bedoel ik dan door een negatieve geest, maar het kan ook zijn een verwarde overledene. Of negativiteit van je werkplek bijvoorbeeld. Dat kan ook allemaal. Dus dat was het een beetje voor waarom dromen we in een andere taal? Ik vraag me heel erg af of jij ooit in een andere taal hebt gedroomd. Als ik denk aan mezelf. Ik heb volgens mij werkelijk nog nooit in een andere taal gedroomd. Terwijl ik er best wel wat kan of in ieder geval kan verstaan. Dus ja, ik ben blijkbaar erg geaard in Nederland. Maar ik ben wel heel benieuwd. Dus laat het achter als je wil en abonneer vooral om niks te missen. Tot de volgende keer.